Goedemorgen allemaal. Ik heb hier iets heel speciaals. Misschien denk je wel, nou, dat is toch gewoon een ballon? Daar is toch niets speciaals aan? Maar deze ballon voelt nu heel hard en ijskoud aan. Ja. Kijk, dat geluid krijg je met een gewone ballon niet, hè? Weet jij hoe dat zou kunnen? Ik heb hier iets heel speciaals mee gedaan. En ik ga even een schaar pakken, zodat ik het jullie zo meteen kan laten zien. Ik had de ballon gevuld met water. En er van tevoren zelfs nog iets anders in gedaan. Eens even kijken. Hop. Ik heb het toetje al afgeknipt. Maar nu is het nog steeds lastig om het goed open te maken. Even kijken of het lukt. Ja. Ik haal de ballon eraf. Wow. En kijk eens. Het is een dino geworden. In een ei van ijs. Ja, iets minder mooi en speciaal dan het ei dat juf Nina op school had gevonden. Maar deze kun je zelf maken. En dit ei is natuurlijk toch ook heel cool. Kijk maar eens. De dino zit er helemaal in verstopt. Wow. Nu ben ik alleen benieuwd hoe we kunnen helpen om de dino uit dit ei te laten komen. Heb jij misschien een idee? Heb je al een idee bedacht? Of misschien heb je zelfs meerdere ideeën om de dino te helpen om uit het ei te komen. Er zijn hele goede ideeën bedacht, dus ik ga er meteen mee aan de slag. IJs smelt natuurlijk als het warm is. Warmer dan 0 graden, als het niet meer vriest. En waar het dan nog wat sneller gaat, is bij een plekje bij de verwarming. Deze verwarming staat aan en ik heb het ei in een bakje gelegd. Want wat zou er anders kunnen gebeuren? Ja, dan zou er allemaal water op de vloer komen als het ijs smelt. En dat wil ik natuurlijk niet. Maar er waren natuurlijk nog meer goede ideeën. Let maar eens op. En het idee dat ik nu ga laten zien is nog leuker. Ik leg als eerst het ei in de zon. Hier is schaduw, hier is de zon. En het handige is dat het ei dan al een klein beetje kan smelten. Maar ik heb nu ook een hamer gepakt. Ik ga eens kijken of ik kan zorgen dat er barsten in het ei komen. Oh kijk, zien jullie de stukjes ei er vanaf gaan? Misschien heb je thuis ook een hamer, bijvoorbeeld van Hamertje Tik. Maar daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn hoor, dat je niet op je vingers slaat. Oh, kijk eens. Oh, ik voel hier al een stukje van de dino. Dit gaat goed. Nou, als je dit ook leuk vindt om te doen, dan zal ik eens laten zien hoe je zo'n dino in ijs kan maken. Want dit is heel tof. Mijn dino is al bijna uitgekomen. Misschien had je wel bedacht om warm water te gebruiken. Dat kan natuurlijk ook. En weten jullie wat er in de winter wel eens wordt gedaan wanneer het heeft gesneeuwd of heel erg heeft gevroren? Er wordt dan gestrooid met kleine witte korrels. Wat zou dat zijn? Zout inderdaad. Dus misschien kun je dat ook nog proberen.
Ik ga jullie nu laten zien hoe je zo'n dino-ei kan maken. Wat zijn de eerste twee dingen die je nodig hebt om dit te doen? Weet jij het al? Ja, je hebt natuurlijk een ballon nodig. Je kunt zelf kiezen welke kleur. Ik heb hier een gele inderdaad. En je hebt natuurlijk een dino nodig die erin past. Ik heb helaas alleen nog maar hele grote dino's. Je ziet het al, het is een stuk groter en langer dan mijn hand. Toch kan ik het je even voordoen. En als je geen dino hebt, misschien heb je dan een ander klein diertje of plastic dingetje wat je ervoor zou kunnen gebruiken. Je pakt het uiteinde van de ballon en die trek je een beetje zo open. En dan schuif je zo, in dit geval als eerste staart, de ballon in. En dan probeer je hem er helemaal in te krijgen. Nou, dat gaat bij mij met deze dino niet lukken. En ik vond het heel lastig, dus misschien heb je even hulp nodig van iemand. En daarna, als het dan wel gelukt is, dan moet er nog iets gebeuren. Wat zou dat ook alweer zijn? Ja, de ballon moet natuurlijk nog gevuld worden met water. Ik ben even naar de keuken gelopen. Het toetje van de ballon hou ik onder de kraan. Ik hou mijn dino voor de zekerheid goed vast. En ik zet de kraan zachtjes open. Oh kijk, je ziet al dat het een beetje misgaat. Dan moet ik het iets verder dichtknijpen. Dan moet ik even wachten totdat de ballon iets verder gevuld is. Ja, nu voel ik al bijna niet meer waar de pootjes zitten. Dus dan denk ik dat het zo wel gaat lukken. Daar heb je denk ik wel wat hulp bij nodig. Zo. Dan hou ik de ballon even in de wasbak, zodat ik het knoopje ook kan maken. Het knoopje zit erin. Ik zie hier alleen nog een plekje van het pootje, maar verder ziet hij er goed uit. Voor de zekerheid leg ik hem even in een plastic bakje met een deksel er half op, dat hij niet per ongeluk open spat. En ik leg hem natuurlijk in de diepvries. Want als het vriest, als het minder dan 0 graden is, zoals in de diepvries natuurlijk, dan kan het water veranderen in ijs. Veel plezier en succes met deze opdracht. Vergeet niet om het ei een dag in de diepvries te laten liggen. Want het is eigenlijk net zoals wanneer het buiten heeft gevroren. Als het maar heel kort kouder is dan 0 graden, dan is het nog niet meteen ijs en zou je dus ook niet kunnen schaatsen. En nog een tip, het is leuk om meerdere eieren te maken. Want dan ben ik benieuwd op welke manier je de dino het snelst uit het ei kunt bevrijden.